Dit weekend kwamen de beste hippische combinaties naar Ermelo voor de Hippiade. Er waren veel kampioenen te vinden in verschillende klassen en categorieën. Zoals bijvoorbeeld dressuur-amazone Fieke Houwen. Best wel speciaal, omdat ik heb bij de regio-kampioenschappen heel vaak net ernaast gevist. Dan werd ik tweede of derde en dat je dan hier wint, dat is wel heel speciaal dat dat dan lukt. De Limburgse is erg trots. De combinatie ging in een half jaar tijd van Z1 naar Z2 en komt nu uit in ZZ Licht. Ja, en iedere wedstrijd bewijst hij weer dat hij het gewoon in de ring doet. En hier vandaag doet hij er nog een schepje bovenop. En dan is het wel heel leuk dat het in een half jaar zo goed kan gaan dat het leidt naar een Nederlands kampioenschap. Ook voor dressuur Amazone Dorien Hübner, categorie Z2, kwam het kampioenschap als een kleine verrassing. Ja, ik moet er nog een beetje aan wennen, maar ik ben echt super blij dat ik hier heb gewonnen. Ja, ik had wel gehoopt, maar niet verwacht tussen dat veld van deelnemers. Waarom niet? Ja, ik ben maar gewoon een avondamateur en ik train er wel hard voor. En ik heb er zelf opgeleid, maar ja, tussen al die grote namen en stoere beesten, ja, is echt wel kicken dat ik daar dan gewoon bij kan rijden. Bij het springen in de categorie Z won de Zweed Tom Krog met zijn paard Comeback. Hij reed als enige twee keer foutloos. This is the first year I'm in Holland, so I don't know that much about this championship. But what I heard from people, they say it's quite for the Dutch people, it's quite good and quite big. And they say it's much prestige to win. So I guess I have to be happy. Kampioen in de categorie ZZ werd Sabrina van Rijswijk. Ze kampte lange tijd met een zware beenblessure. Had je durven dromen dat je hier zou gaan winnen? Nee, dat ik eigenlijk niet gedurfd. Nee, ik had eigenlijk niet verwacht. Ja, ik wist eigenlijk niet wat ik moest verwachten eigenlijk. Want ja, ik ben een tijdje uit geweest en hij is ook een tijdje eruit geweest daardoor. Hij deed eigenlijk heel goed. Hoe bijzonder is het dan voor jou dat jij nu hier wint? Ja, heel heel bijzonder. Maar ik vind het ook sowieso bijzonder dat ik weer aan de rij ben. Want ik had echt gedacht dat het eigenlijk niet meer zou kunnen. Natuurlijk werden alle kampioenen nog even extra in de spotlights gezet tijdens de parade van kampioenen.